En dan nu naar de voetganger. Zoals ik al zei, op zo'n rustig bospaadje als hier hebben die weinig hinder van andere weggebruikers, simpelweg omdat die er niet zijn. Maar er zijn ook plaatsen waar dat anders is. Nou bestaat er een voetgangersvereniging. Is dat nou een vereniging van mensen die niks anders te doen hadden? Of is dat echt een noodzakelijk kwaad, zou ik maar zeggen? Noodzakelijk kwaad zou ik het zeker niet willen noemen, maar noodzakelijk is de voetgangersvereniging zeker. De voetgangersvereniging werd 40 jaar geleden in 1953 opgericht als reactie op het opkomende gemotoriseerde verkeer. Gedacht werd, en dat is ook inderdaad zo gebleken, dat hierdoor de zwakkere verkeersdeelnemers, voetgangers en fietsers, benadeeld zouden worden. Dus dat er een vereniging is die de belangen behartigt van de zwakkere verkeersdeelnemers in het verkeer, is essentieel. De Rijksstraatweg is een van de belangrijkste verkeersaders van Haarlem en ook een van de meest gevaarlijke. Er zijn een aantal kruisingen waar zich in de afgelopen jaren verschillende ongevallen hebben voorgedaan, ook met dodelijke afloop. Voor voetgangers is de Rijksstraatweg erg gevaarlijk omdat hij zo breed is. En zoals achter kan zien zijn er wel voetgangersvoorzieningen getroffen. Er is een zebrapad en er zijn verkeerslichten. Maar ja, dat... dit is er tot nu toe eentje die je gezien hebt hier. Precies, het is een uitzondering en dat moet ook aangepakt worden. En de voetgangersvereniging werkt ook in Haarlem samen met de gemeente en andere organisaties eraan om daar iets aan te veranderen. De Rijksstraatweg, klachten van de voetgangers. Neemt u dat serieus? Ontzettend serieus, want het zijn niet alleen de voetgangers, maar ook de fietsers en automobilisten. Eigenlijk iedereen heeft klachten, niemand is blij met de Rijksstraatweg. Zegt u dat nou omdat ik hier sta of neemt u het echt serieus en doet u er ook wat aan? Nee, ik neem het echt serieus, want ik ben nog niet zo lang bestuurlijk bezig. Maar ik heb het echt als een soort missie haast gezien om, als ik ooit wat voor te vertellen kreeg, om wat te doen aan de Rijksstraatweg. Komt u bekend voor dit wat er achter u gebeurt? Ik woon hier ook nog in de buurt, maar het is walgelijk. Je kan hierop wachten op narigheid. Wat gaat u eraan doen? Nou, wat ik ga doen, dat zijn een aantal voorstellen richting gemeenteraad. Daar zijn we al druk mee bezig. Om in ieder geval de bruikbaarheid van de Rijksstraatweg en ook de verkeersveiligheid te verhogen. En dat willen we gaan doen dus door de indeling anders te gaan maken. En dat begint met naast de huizen het voetpad, dan een vrijliggend fietspad. Met een schamstrook met erop bomen. Wat is dat, de schamstrook? Dat is de fysieke barrière tussen de rijbaan en het fietspad. Hebt u enig idee waarom nou die voetganger daar het meest, ik zal maar zeggen, de klos van is? Ik denk omdat hij het meest kwetsbaar is. En het zijn ook vaak ouderen en kinderen, toch kwetsbare groepen, die het meest van de benenwagen gebruik maken. Er zijn altijd verliezers bij ongevallen. Altijd. Er is nooit een winnaar. Stel, u komt in een conflict situatie met een automobilist. Die rijdt door rood, ik noem maar, die rijdt te hard. Ja. Laat u dat merken aan hem? Als ik daartoe in staat ben, als hij me niet al volledig heeft platgereden, ja, dan zal ik dat zeker doen. Daar gaan we dan maar van uit. Hoe doet u dat? Ik ben bang dat ik dan niet zo ladylike meer zal zijn en ongetwijfeld de verkeerde vinger naar hem zal opsteken. Helpt dat? Nee. Tijdens de opnames probeerde deze moeder met haar dochter over te steken. Ik zeg met opzet, probeer er over te steken. Kijkt u maar waarom.